Ik ben Albert Belsma. Ik ben de CEO van Consumer Luminaires. Dat is een business binnen Philips die armatuur ontwikkelt en op de markt brengt. 6000 mensen doen een hoop omzet en we zijn een sterk groeiend bedrijf. Wereldwijd verantwoordelijk en wereldwijd opererend ook nummer 1 in de wereld in deze tak van sport. Het idee is gewoon vrij simpel. Binnen Philips is de lamp nog steeds gelukkig het kernproduct, maar dat is natuurlijk eindig omdat lampen steeds meer overgaan naar LED-lampen en LED-lampen branden lang. Dus de noodzaak om een lamp te veranderen wordt kleiner en kleiner. Daarmee daalt de omzet van lampen en zijn hoog in de waardeketen gaan zitten, namelijk het maken van armatuur met daarin een LED-source. Nou, dat is een prachtig product. Op het moment dat het licht overgaat op LED, heb je maar een heel klein lichtbronnetje, veel meer designmogelijkheden, veel decoratiever, veel meer innovatie. En je kunt uiteindelijk ook lampen met elkaar gaan verbinden in een platform die je helemaal kan gaan bedienen met één druk op de knop. En zelf op een iPhone kun je een app gaan installeren die dat dan kan doen. Dus van een eigen relatief saai product naar een heel innovatief product, of van een analoog product naar een digitaal product en alles wat erbij hoort in de toekomst. Dat is wat ik doe. We zijn wereldwijd daarmee aan de slag. In China en India zijn we aan het innoveren. De industrie zit heel sterk in China. Innovatie all over the place, 6 business units, alles onder het merk Philips, Massive, Lucheplan en Modular. Dat zijn de 4 belangrijkste merken. We kopen bedrijven, verkopen bedrijven, dat zijn spannende functies. In ieder geval, ik ben vrij technisch afgestudeerd eigenlijk. En uiteindelijk wou ik in een productenbedrijf werken. En ik kon te beginnen bij Unilever, bij DAF ook, ja, en bij Philips. Maar, ik kon de junior product manager worden van Compact Disc. Nou, 86 Compact Disc, dat was het heiligdom der heiligdommen. Dat was net nieuw, maar dat was helemaal stoer. Dus ik heb mijn eerste cd-speler naar huis om me uit te proberen met gebruikswijze, hoe werkt een remote. In die tijd zelfs, als je dus een laadje opende met een remote control, dat was magic, hè. Dan zat je op de bank, open, dan ging je een laadje open en liet je al je vrienden zien. Kijk wat ik kan. Kun je je niet voorstellen. Dus zo ben ik begonnen met Philips. Dus binnen anderhalf of 2 jaar na dato zat ik in Hongkong. Werd ik in Hongkong gestationeerd. Ik had mijn eigen kleine eerste afdelingetje waar we CD-portables maken. Want het spannende was dat een CD-speler bestond al. Maar dat portable maken was natuurlijk heel moeilijk. Schokgevoeligheid en al die dingen goed oplossen. Design ervan, klein en schokbestendig. Dus dat heb ik toen gedaan. Schitterende tijd. Ik was ook binnen half jaar voorzitter van de hockeyclub en ik zeilde een van mijn passies in de Hongkong Royal Hongkong Yachting Club. Dus er was meer te doen dan in Philips, moet ik eerlijk toegeven. Maar toen belde mijn baas op, in die tijd Leo van Leeuwen. En hij zei: "Oh, het gaat goed met je in Hongkong." "Ja, prima, naar mijn zin." "Ja," zegt hij, "je moet maar eens naar Japan gaan." Ik zei: "Waarom naar Japan?" "Nou, daar hebben we een plaats vrij." We hadden inderdaad Marantz, dat was een joint venture van Philips, 31%. En dan hadden we iemand nodig die de Philips kleur ging verdedigen binnen alles. Ik zei: "Maar waarom niet? Ik zit net in Hongkong." En zei: "Nou goed, daar praten we over. Over 3 weken home leave. Dan gaan we wel eens even praten." Nou, zoals die dingen gaan. Een verstandige manager zat hier voor mij en liep mij praten. En na een uur zei hij: "En, wanneer ga je?" "Wanneer ga je?" "Ik heb net uitgelegd waarom het niet goed is voor mij en niet goed voor Philips. Op de snel weer te verhuizen." Ik dacht: "Ook hier, zeilen, leuke baan, alles voor elkaar." En mijn vriendin toen net een baan. Maar daarin, op het eind van het lied, kwamen de voorwaarden op tafel en ik zei: "Oké, ik ga." Schitterende tijd gehad. Ook weer in productontwikkeling gewerkt. Een hele nieuwe range producten ontwikkeld. DCC in die tijd, misschien herinner je nog, die digitale bandjes. Samen met Panasonic. Dus ik zat vaak in de Shinkansen en weer in Osaka en Tokyo op en neer. Ik heb nog Philips producten in de Japanse markt geïntroduceerd. We hadden CD Portable, die daar verkochten miljoenen van over de hele wereld. Alleen in Japan kregen 84 opmerkingen over dat product waarom het in Japan niet verkocht kon worden. Waarvan de zeg, virtuele importbelemmering, om het zo te zeggen. Allemaal opgelost, heeft een jaar gekost, maar al die problemen opgelost. En uiteindelijk ook een reeks van producten in Japan geïntroduceerd. Dat was hartstikke leuk. Maar na 4,5 jaar in Japan dacht ik bij mezelf: van, ik moet dus die commercie in. Het zit toch in mijn bloed. En uiteindelijk wil ik ook zien wat, heel erg graag zien wat de dingen die we creëren, wat dat dan betekent in de markt, hoe dat nou werkt in de hele marketing en sales. En dacht ik bij mezelf: ik kan het veel beter als die gasten. De frustratie van ontwerpen, ik maak schitterende dingen.
Alleen marketing sales pakte niks van en daarom lukte het ook niet. Hè? Dat was meestal de frustratie. Ik dacht, dat ga ik zelf ook in die frustratie. Zelf ook. Dus ik dacht, nou, laat maar beginnen op Curaçao. Hè? We kopen één videorecorder per maand en dan kom ik er rustig in. Maar ze hadden iets anders voor me bedacht, dat werd Duitsland. Hamburg. En een hele moeilijke markt maakte, als Philip zegt, grote verliezen, jaar in, jaar uit. En audio werd al niet meer naar gekeken, ze deden alleen televisies en toch al helemaal ellende en kommer en kwel. Nou, ik dacht, oké, in ieder geval is het een geen gespreid bedje, laat ik daar naartoe gaan en kijken wat er gebeurt. Nou, ik heb 4,5 jaar gezeten, ben ik uitermate succesvol, want we hebben uiteindelijk een business gecreëerd die heel profitable is geworden. Dus toen inmiddels had ik mijn spoor verdiend in de commerciële tak en toen is het heel snel gegaan, want uiteindelijk ben ik toen met 10 jaar buitenland teruggekomen in Nederland, in Amsterdam. Cor Boonstra was toen de president van Philips en die heeft het hoofdkantoor in Amsterdam verplaatst. En toen zocht ze operationele mensen in Amsterdam. Niet de typische hoofdkantoormensen, maar ook mensen die in het veld dingen hadden laten zien. Nou, op die manier viel ook het oog op mij. Ik naar Amsterdam en via verschillende posities ben ik uiteindelijk baas geworden van de Benelux, Consumer Electronic Benelux. Wat voor Philips natuurlijk qua omzet misschien nog niet zo heel belangrijk is, maar wel qua uitstraling. Hè. Je beweegt je in een glazen kast. Dat is goed gegaan. Ook weer 4-5 jaar gedaan. Dus we hebben echt alle posities vrij lang gedaan. Altijd 4-5 jaar. Altijd, ja, ook het oogsten mee kunnen maken. Niet alleen maar zaaien, maar het oogsten. Uiteindelijk baas Europa geworden. Dat was eigenlijk de grootste commerciële job binnen Philips. Want dat is de grootste unit in Europa. Dus uiteindelijk, als je dan naar mijn carrière kijkt, was de eerste 9 jaar was wat wij noemen upstream, dus creëren van proposities, nieuwe ideeën. En de tweede 10 jaar was het commerciële stuk, de executie in de markt. En eigenlijk zocht ik nooit naar die integrale functie waar het bij elkaar komt. En dat noemen wij een BG-manager, een business group manager. En die positie kreeg ik aangeboden in mijn huidige rol als baas consumer manager. En dat ben ik toen gaan doen op 1 januari 2008 als een product. Dat zit natuurlijk heel diep in het DNA, dat heb ik ook van mijn studie gekozen. Ik geloof niet in vage dingen. Ik geloof uiteindelijk dat een product dat past bij een consument of een bedrijf in die end doorslaggevend is. En ik denk dat Apple daarvan het grote voorbeeld is. Het product is echt king. En ik vind dat we daar in Nederland te weinig aandacht voor hebben. Ik denk dat we te veel denken in management en processen en dingen eromheen. Ik geloof in design, product en hetgeen dat eigenlijk aanbiedt. En dat is heel sterk natuurlijk IO gedreven. Productenklanten, dat is belangrijk. Ik vind dat we tegenwoordig het te complex maken. Ik geloof niet in managers. Ik geloof in meewerkende formelen. Al die managementlagen geloof ik zelf in. Ik probeer mezelf ook echt... Ik probeer van de gekspringen te zeggen, ja, het is nu een grote club die ik leid, 6.000 mensen, maar ik moet eigenlijk de enige manager zijn en de rest moet echt meewerkend voorman zijn en ik probeer zelf ook heel erg meewerkend voorman te zijn. Omdat ik erg geloof in heel dicht op de business te staan, op de markt, op klanten en producten, die zelf heel erg mee zijn. Dus als dat mij afleidt daarvan, vind ik minder goed geïnvesteerde tijd. Ik vind het wel ontzettend leuke studies. Ik denk dat het ons geloof goede voorbereiding is voor de maatschappij. Je vroeg eerder van wat zou je IO's nou willen meegeven? En ik denk dat iedereen er hard mee bezig is, hoor. Maar juist die praktische kanten, probeer zo snel mogelijk ook tijdens studie in het bedrijfsleven te komen of in onderwijssysteem of waar je ook maar aan werkt, maar zo snel mogelijk toch met de realiteit in aanraking te komen. De wereld is harder en gemeener dan we allemaal denken. En je kunt ook heel lang op een ivoren toren zitten, ik ga lekker knutselen en mooie dingen maken. Uiteindelijk is bevrediging van je werk is toch iets realiseren. Iets van gedachten in praktijk omzetten. En dat is ontzettend moeilijk. Met een goed idee ben je nog 5% van de piramide. Het grote probleem is onder het wateroppervlakte, de ijsberg, het echt realiseren van iets. En dat is ontzettend moeilijk. En dan moet je handiger worden. Dan moet je... hoop ervaring voor krijgen door gewoon het te doen. Het gewoon doen. Dus wacht niet te lang aan de zijkant met het droogfietsen. Stap in het diepe en begin gewoon. Ik zat in Hongkong en op een gegeven moment mijn baas die zei van iedereen bij mijn kantoor komen, ik heb een belangrijke mededeling.
sponsormensen. Die zei tegen op mij toe: van jongens, vandaag werken we 10 jaar voor Philips. Nou, ik zie 3/4 van de mensen uit beleefd te applaudisseren. Ik ook. Maar ik dacht bij mezelf: oh, dat gaat mij niet overkomen. Wat een sukkel. Huh? Eigenlijk denk je dat een sukkel is niet het goede woord, maar wat een gemiste opportunity. Dus 10 jaar later werkte ik 10 jaar bij Philips. En ik weet nog goed, ik was net weer terug in Nederland. En ik dacht: oh, wacht, ik moet iedereen bij elkaar roepen. Ja, met een afdeling op woorden met mensen. Vandaag een hele bijzondere dag voor mij. Ik werk 10 jaar bij Philips. En ik keek in de ogen van die mensen die net bij Philips werken. Wat een sukkel. Waarom ik niet weg ben gegaan bij Philips na 3 jaar, is uiteindelijk ben ja, het leven loopt zoals het loopt. Ik kreeg leuke opportunities. Ik kwam in het buitenland terecht. Het ging goed met mijn carrière. Ik kwam op de plaatsen terecht die ik zelf ook heel leuk vond. En het gaat goed binnen het concern en je bent ontzettend enthousiast over dingen die je doet. En Philips is het mooiste bedrijf in Nederland. Laten we eerlijk zijn. Het is niet anders. Het is niet anders. En als je daar mag werken, is dat natuurlijk geweldig. Innoverend bedrijf, een prachtige merknaam. Een merk die je overal ter wereld tegenkomt, dat realiseren wij nog niet. Maar de kracht van het merk is fenomenaal. Het opent deuren. En dus was geen reden om weg te gaan. Nee.